onze allereerste tussenkomst op dit hapjesconcours, waar 9 verenigingen strijden om de beste kokreller van Groot Echtegem te zijn. En ze komen vandaag allemaal hier langs in de studio. Ik heb een eerste kandidaat die de vereniging wat komt voorstellen en we praten ook straks nog over zijn hapje, Erik Plovy. Jij bent hier in naam van een aantal verenigingen. Dat klopt. In eerste instantie van fanfare waren vrienden uit Eernaam. Dan een onderdeel van die fanfare dat ik opgericht heb, dat is oorspronkelijk de Regen van Eén. En dat heeft dan een internationaler naam gekregen, de One for the Road Band, omdat we jaren geleden nogal in het buitenland hebben opgetreden ook. En dat is een, dus de fanfare, de Ware Vrienden, dat is een klassieke fanfare die momenteel bestaat uit een 30-40-tal leden. En die kleinere groep, de Regen van Eén of de One for the Road Band, dat is een beetje een distillaat daaruit. En meer geschikt voor kleinere opdrachten, ten meer dat de grote fanfare niet zo vaak meer gevraagd wordt. Vroeger, bij de oprichting van de Ware Vrienden, waren we een van de grootste, mooiste, beste showfanfares uit de zeer wijde omgeving met majoretten. Dat klopt dan van over zeker 50 jaar geleden. Dus nu, dat is de fanfare. We hebben uiteraard klassieke opdrachten daarmee. We repeteren wekelijks op vrijdagavond in het muzieklokaal in het sportcentrum in Eernaam. En daarnaast, dus uit die fanfare, heb ik een blaaskapel, een streetband, gedistilleerd met grote liefhebbers van vooral voor de populaire muziek en om kleinere opdrachten zoals hier gisterenavond de opening van de tramstatie te doen. Ja, jullie hebben ook een fietsende fanfare. Dat klopt. Vertel daar eens iets over. Lijkt mij vreselijk moeilijk om op een fiets ook nog een instrument te bespelen. Toch niet. De fietsen fanfare bestaat dus ruim 135 jaar. En bestaat momenteel uit een goede 20-tal leden. Zowel blazers, trommelaars, maar ook tandemrijders. En wat dat u vraagt, dat is waarschijnlijk moeilijk. Wij spelen op klaroenen. De MIB klaroenen meer bepaald. En ook basinstrumenten, ook in, zonder ventielen. En we hebben uiteraard een beperkte mogelijkheid van muzikaliteit, omdat we maar een bepaalde toonladder kunnen genereren natuurlijk. Dat houdt ook in dat we met één hand steeds moeten sturen, toch als we blazen. Ja, dat zal wel, ja. En dat is normaal, in normale omstandigheden is dat geen enkel probleem, maar als het bergop gaat, probeer maar met één hand bergop te rijden in normale omstandigheden. Je doet dat niet. Ik denk bergaf dat waarschijnlijk ook niet soms zo evident is. Maar met bergaf lijkt mij ook niet zo evident. Maar dan moet je kunnen remmen ook. Ja, liefst met beide remmen. En ook kasseistenen zijn niet bepaald. Ja, ons postparcours. Ja, vind je in deze tijden nog mensen die dat graag doen, fanfare spelen? Wel, dat is de bedoeling, omdat ik heb mij al geëngageerd om voor die drie verenigingen samen zo, omdat ik daar een bepaalde functie in heb. En met de bedoeling staat er zelfs een bord op mijn eetstand waarin ik oproep, zowel de fanfare, de Ware Vrienden, of van de Wand van de Rood Wend, Regen van Eén, of voor de fietsende fanfare een oproep doe naar echte liefhebber muzikanten die dat genre genegen zijn, of die daar zouden willen deel van uitmaken. Dus ik mag hier een warme oproep doen voor iedere muzikant die wat vrije tijd heeft om zich aan te melden bij jullie en om bij een van de drie fanfares in te stappen. Absoluut. En het is we streven altijd een zekere kwaliteit na. Ja. Maar het is geen high level, laten we maar zeggen. Okay. Het is zeer toegankelijk, maar je moet toch een minimum basiskennis muziek hebben. Oké. Okay. Vandaag gaan we hier geen muziek spelen, behalve wij hier. Maar jullie gaan koken. Jullie gaan kokerellen. Wat maken jullie klaar vandaag?
Maar ik heb dat al gedaan ook, maar maak dat redelijk dikwijls thuis ook klaar in de loop van het jaar. Niet iedere week uiteraard, maar in een paella pan, als we maar zeggen, in een grote pan, zoals ze dat in een Elzas. Dat is een Elzas gerecht en dat is namelijk tartiflet. Uh-huh. En dat bestaat uit, in mijn geval, in gerookt spek, ajuin, aardappelschijfjes en reblochonkaas. Ja. Allemaal gemengd. Dat wordt voorgebakken, de ajuin, de spekjes, dan de aardappeltjes en dan de kaas die erop smelt. En dan wordt dat een brei, laat ons maar zeggen. Uh-huh. En dat is een super heerlijk. Eigenlijk wintersgerechtje, maar dat het is nu toevallig heel warm vandaag, maar dat zal ook wel smaken, denk ik. Fantastisch. Dus, mensen in Echtegem en Enegem, allemaal naar de Sitte Misplon en alleszins komen proeven bij de mensen van de Ware Vrienden, de Reken van Wan en de fietsende fanfare van de tartiflet van Erik. Bedankt Erik voor te komen naar hier. Dank je wel.